Beste orgelliefhebber, in deze tutorial wil ik u laten zien hoe een Studio 150 wordt geplaatst en aangesloten. De Studio 150 bestaat uit vier hoofdonderdelen. Natuurlijk het orgel zelf, een los bijgeleverde lessenaar. Het 30-tonig pedaal en een bank. Plaats het orgel altijd op een stabiele en horizontale ondergrond. Bij een eerste levering is de lessenaar altijd beschermd met een folie. Verwijder dit folie eenvoudig door het van het plexiglas af te trekken. Als de lessenaar van het folie is ontdaan, kunt u hem op het orgel plaatsen. U gebruikt daarvoor de bijgeleverde koperen schroeven. Deze schroeven draait u handmatig door de schroefgaten van de lessenaarregel, zover dat ze aan de onderkant een paar millimeter uitsteken. U plaatst vervolgens de lessenaar boven de voorgeboren schroefgaten in het bovenblad van het orgel. U laat de schroeven in de gaten vallen en met een handschroeven draaien draait u de lessenaar vast op het orgel. Het gebruik van een elektrische schroevendraaier wordt afgeraden omdat daarmee heel gemakkelijk het plexiglas beschadigt. Vervolgens schuift u het pedaal tegen het orgel. Om veiligheidsredenen moet het pedaal aan het orgel vastgemaakt worden. Dit kunt u doen met de bijgeleverde zwarte vleugelmoeren. Als het pedaal geplaatst is, kunt u de orgelbank over het pedaal zetten. Let u daarbij op dat de afgeronde hoek van het bovenblad aan de kant van het orgel zit. Voordat u het netsnoer van het orgel in de wandcontactdoos steekt, controleert u eerst of de aangegeven netspanning op de serieplaat overeenkomt met de netspanning van uw huis. De serieplaat van het orgel vindt u aan de onderkant van het klavierblad. Sluit het netsnoer aan op een wandcontactdoos met de randaarde. U kunt nu het orgel aanzetten. Dit doet u met de netschakelaar aan de rechterkant van het orgel. Na de initialisatie ligt er automatisch de standaardfuncties van het orgel op. Het orgel is nu klaar om bespeeld te worden.